Hallo iedereen en welkom Pieter. Vandaag mijn gast is Pieter de Rijke. De Rijke, ja. De Rijke de Rijke. De Rijke. Zijn motto is movement is life. Bewegen is leven, maar ook leven is bewegen. En het is iets waar ik mij zeker ook sterk in kan vinden. Hij is oorspronkelijk afkomstig uit Ieper, maar baat nu met zijn echtgenote een kinesietherapiepraktijk uit. Er is op de grens tussen Oud-Everlee, Bierbeek, Haasrode, daar in die driehoek. Haasrode, ja. Is het op Haasrode? Haasrode en Blanden. Oké. En hij geeft daarnaast ook nog les aan postgraduaatstudenten. Zijn passie voor de mogelijkheden van het menselijk lichaam en fascinatie voor beweging en onze evolutionaire ontwikkeling reiken verder dan enkel zijn professionele bezigheden. Pieter ging zich verder ontwikkelen als natural movement specialist en geeft niet alleen wekelijks leuke en praktische sessies in het bos, maar hij geeft ook voordrachten en cursussen aan zijn collega-kinesisten en andere beweegprofessionals. Als ontdekkingsreiziger in zijn eigen lichaam is hij dan ook regelmatig te vinden op bijscholingen, workshops en allerhande cursussen die met beweging en de ontwikkeling van ons lichaam te maken hebben. En is hij ook enkele jaren geleden met capoeira gestart. Mm-hmm. Pieter, welkom. Ja, hey. Heb je het capoeira-jaar kunnen afsluiten of loopt het door in de zomer met dit speciale jaar? We hebben even een break moeten inlassen, maar we zijn toch weer kunnen starten in de non-contactvorm. We moeten nog een beetje afstand houden. En morgen sluiten we het af met een etentje. Maar eigenlijk in de zomer gaan we wat proberen buiten door te trainen. Samen te komen. Oké. Wat sprak je vooral aan toen je ermee gestart bent? Die capoeira, god, het is eigenlijk gewoon het spel en de schoonheid van het spel. Was iets dat me al langer aansprak. Omdat het me aansprak, heb ik eigenlijk mijn kindjes een beetje in die richting gestuurd voordat ik het zelf deed. En ik kreeg meer en meer goesting om ook eens capoeira te spelen. Dan is een proeftraining gedaan en de smaak te pakken gekregen. En vanuit het denken van natuurlijk bewegen, vulde het een beetje twee hiaten in mijn natuurlijke bewegingspraktijk. Namelijk, gevechtsport had ik eigenlijk niet zo goed als geen ervaring mee. En ik dacht ook, het lijkt wat op dans. Ik heb ook niet zo heel veel ervaring, zeker niet met specifieke dansvormen. Het is natuurlijk meer gevechtsport dan dans, maar dat was zo'n beetje de combinatie van de twee. En ik heb er zelf ook een beetje ervaring mee, maar dat is ook eigenlijk iets wat mij enorm aansprak, is de muziek erbij. Ja, er zijn maar weinig sporten die op muziek beoefend worden, buiten dan dans. Maar eigenlijk, ja, je zegt het zelf, het is iets meer gevechtsport dan dans. En ik merkte, als je zo in de cirkel staat en die energie die opstijgt met de instrumenten, de live muziek, gezongen. En iedereen die ermee in opgaat, is een enorme kracht die je moeilijk kunt omschrijven. Ik kan het eigenlijk, want ik durf het soms zelfs bijna geen sport noemen, omdat je het niet kunt vergelijken met een andere sport. En je hebt het gevechtsportaspect, maar dan ook die, inderdaad, zoals je zegt, de muziek en de cultuur. En het is ook niet competitief. Of de vorm die ik toch, of die wij beoefenen, is toch niet echt competitief. Ja, een leuke bewegingsformaat. Ja. Oké, vraagje. Tijdens de lockdown hebben we allemaal zo wat in huis moeten blijven. Heb je meer of minder bewogen dan anders? Of gelijk bewogen? Ongeveer hetzelfde misschien. Ik heb zeker meer met de familie, met de vrouw en de kindjes gewandeld en gefietst, meer dan normaal. Mijn beweging was een beetje anders. Hè. Normaal, als ik die natural movement sessies geef, probeer ik zelf veel mee te doen. Dat is weggevallen. Dus het spelen, het tikkertje spelen, het in groep spelen is wat minder. Ik heb geprofiteerd van de gelegenheid van ietsje meer een beetje op krachttraining te werken, wat ik eigenlijk al lang niet meer gedaan had. Mm-hmm. Wat dat ook wel eens leuk was, voor een week of 5-6, om daar eens een beetje meer op te focussen. Omdat er wat minder structuur was in het dagelijkse leven, zorgde dat ook soms dat ik wel plannen had, maar dat het er niet altijd van kwam. Een van de dingen is, ik breng normaal elke ochtend de kindjes al lopend naar school.
En ik wandel terug. Ja, 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 ja. Ik heb dat niet elke ochtend gedaan. We hebben wel ochtendwandelingetjes gedaan. Een avond toen een brief in de bus, gestoken. Dus het was een beetje anders, maar het zal niet speciaal meer of minder geweest zijn. Nee. In normale leven probeer ik relatief veel te bewegen. Niet altijd super intensief. En dat is nu ongeveer, ongeveer hetzelfde geweest. Ik vraag het eens omdat ik zie zo bij de mensen die hier over de vloer komen, twee grote groepen. En enerzijds degene die bewegen ontdekt hebben, buiten vooral, ook mede door het goede weer. En langs de andere kant mensen die veel minder gaan bewogen hebben, omdat ze vast aan de keukenstoel zitten. De werkdagen werden langer en er werd niet gewandeld tijdens de middagpauze of naar een meetingzaal. Dus het interesseert me altijd mensen die sowieso al veel bewegen, hun ervaring geweest is. Ja, we hebben hier dezelfde ervaring. Ik was benieuwd, wat gaan de mensen doen? Zeker de mensen die meer tijd hebben. Mm-hmm. En sommigen hebben daar gebruik van gemaakt. Maar er zijn er inderdaad, wat je zegt, die nog meer hebben moeten zitten aan de keukentafel, met de kinderen bezig zijn, waardoor dat ze niet meer bewogen hebben. Maar er zijn er ook wel een aantal die komen met de eerste klachten, omdat ze zijn gestart met lopen of ergens iets zijn beginnen doen. En dus die twee verschillende reacties hebben we ook gemerkt. Zijn ze dan blij of niet blij als ze met klachten komen omdat ze proberen niet te blij, lopen? We zijn, mijn doel is zorgen dat ik niet meer moet werken. Natuurlijk. We bedoelden het niet echt zo, maar ik zei van, ze gaan bewegen. Nee, ik was wel benieuwd. En in het begin dacht ik van, zoals veel mensen, een crisis is iets negatiefs, maar er kan ook iets veranderen, iets ten positieve. En ik dacht, mensen gaan misschien meer de fiets pakken, mensen gaan misschien meer bewegen, meer te voet gaan. En ik denk ook dat dat effectief meer was, want ik heb nooit zoveel volk in het bos gezien. Te voet. Absoluut. Ja. Maar niet iedereen. En de vraag is ook nu dat het gewone leven terug een beetje kan. Ik zie al minder mensen in de bos. Ik denk dat het lang en ernstig genoeg was om echt blijvende veranderingen van gewoontes en levensstijl te veroorzaken. Goed. Oké. Vertel eens. Wat nu die kinesietherapiepraktijk uit? Je bent er ook zelf aan het werk. Samen met je echtgenoten en ik denk nog iemand anders. Een collega. Ja, dat in dienst heb. Maar hoe is het zover gekomen? Werd je als kind altijd sportief, gefascineerd door het lichaam? Of is dat in één keer gekomen met aha? Vertel eens. Dat is een goede vraag. Ik kom uit een sportief gezin. Hè. Mijn papa was sportleerkracht op school. Mijn moeder heeft ook altijd sport gedaan. Komt uit een hele grote en hele sportieve familie. Dus ik ben wel ook. Mijn moeder had ook een sportwinkel. Dus sport en bewegen heb ik heel mijn leven gedaan. Als klein mannetje was gymnastiek, wat turnen. En dan, omdat mijn vader en ook langs mijn moeders kant veel basketters in de familie had, ben ik beginnen basketten. Mijn gestalte, nogal groot. Dat was had dat mee. Dat heb ik ook. En dat turnen en basket heeft eventjes wat overlapt. Maar dan gekozen voor basket. Ik was daar redelijk goed in. Dan mag je bij de betere ploeg. Ik speelde in een goede ploeg. Dan word je alles bij de... En dat was toen in Ieper? In Ieper? Ja. Dan bij de jeugd, bij de provinciale, zelfs bij de nationale selectie geraakt. Dat was altijd dat is eigenlijk mijn sport geweest. Maar daarnaast altijd wel, zoals denk ik bijna iedereen van mijn generatie, nog wel heel veel buiten gespeeld. Gewoon voetballen en tennissen en op de straat spelen en in de bomen klimmen en over de beken springen. Dus dat was ook wel, dus geen sport en niet georganiseerd, maar wel echt een buitenspeeljeugd gehad. Ik denk wel ergens altijd wel geïnteresseerd geweest in een beetje van alles, maar toch wel zo het menselijk lichaam, gezondheid, biologie. Ik denk dat dat misschien zo in mijn jeugd ook al wat aanwezig was. En de keuze voor om kine te gaan studeren was eigenlijk bijna een soort van intuïtieve keuze. Ik weet dat veel mensen mij ook zeggen, ga dat niet gelijk uw papa ELO studeren. En je dacht, dat leek me ook leuk, maar om een of andere reden sprak me dat meer aan. En was het dan meer de kennis die u aansprak of meer het helpen van mensen? Ik denk een beetje de combinatie van het onderwerp van mens en bewegen en gezondheid is interessant en dat het ook een praktisch beroep is dat je niet moet. Het is geen bureaujob, je werkt met mensen, je kunt mensen proberen te helpen. Mm-hmm. En nogmaals, dus, achteraf kunnen er allerlei redenen. Ik vergelijk het soms als mensen dat vragen. Een beetje van, waarom ben je verliefd geworden op je vrouw? Je kunt daar dan wel een reden voor opzommen, maar... Ja. Dat is zo...
half intuïtief, half een gevoel. En tijdens mijn studies weet ik dat ik besef van eigenlijk vind ik het nog interessanter dat ik gedacht had. En is het breder? Eigenlijk was ik niet zo supergoed geïnformeerd over wat dat kinestherapie was. Ik had ooit wel eens mijn enkel verzwikt en was wel eens naar de kine gegaan. Maar het was, ja, het was eigenlijk een boeiende ontdekking dat het meer inhield en eigenlijk nog leuker was en interessanter was dan wat ik misschien had kunnen denken. Ja, dat is meestal zo, hè. Ja. Of, nou, in het andere geval kan dat dan tot het punt leiden van oh, het is toch niet wat ik dacht, maar in vele gevallen... Bij mij was het... Als we doorgroeien, en dan ontdekken we nieuwe dingen. Ja. En dan, na de studies, zoals veel jonge kinesisten, ergens in de praktijk werken. En bij mij was dat dan een stukje in Gasthuisberg en een stukje in een praktijk in het Leuvense of in Leuven. En mijn vrouw werkte ook ergens dan. Stukjes aan beginnen denken, willen we zelf een praktijk of niet? Gaan we blijven bij mensen werken? Uiteindelijk in 2015 ons huis gekocht en in 2015 nog op het gemak de praktijk opgestart. En ja, ondertussen zitten we hier... Sorry, niet 2015, 2005. Ondertussen okay. Zitten we hier 15 jaar. En inderdaad, goed ons werk. En een collega die nog maar bij ons komt werken. Ja, ja, ja. En het is door in Leuven te studeren dat je eigenlijk langs deze kant te blijven hangen bent. Ja, ja, absoluut. En mijn vrouw is van regio Leuven. Ja, ik ga het nooit weten, moest ik mijn vrouw niet ontdekt hebben hier, of dat ik dan zou teruggekeerd zijn of ergens anders. Maar het is hier plezant wonen. Dus geen reden om te klagen in tegen. Ja, ja, ja. En heb je een bepaalde specialisatie? Waarvoor komen de mensen zo bij jou? Ja. Buiten de gewone klachten. Ja, wel. We zijn inderdaad gespecialiseerd en wat mijn collega, niet mijn vrouw, maar Martina en ik doen, zijn musculoskeletale problemen. De meeste mensen die hier komen hebben rugklachten, nekklachten, maar dat is heupprothese, knieprothese, scheenbeenvliesontstekingen, schouderpijnen, typische spier- en gewrichtsklachten. Hetgene wat de mensen misschien eigenlijk wel het beste kennen van wat de kine doet. Misschien werkt het beter om te zeggen wat we niet doen. Wij doen geen neurologische revalidatie bij mensen met een zenuwletsel of een hersenletsel. Geen hartrevalidatie in principe, geen longrevalidatie. Wij doen niet specifiek bekkenbodem, geen psychiatrische revalidatie. Dus dat zijn een aantal aparte specialisaties. Ja. En we proberen echt ook, want als kinesist mag ik alles doen, maar wij proberen ons in onze specialisatie te houden. En mijn vrouw... Die heeft alleen een specialisatie om met kindjes te werken. En ze heeft ook fasciatherapie bij gedaan, waar dat ze dan ook volwassenen mee helpt. En ook fasciatherapie is relatief ruim, maar zij gebruikt het graag en relatief veel voor mensen met chronische klachten, chronische pijn. Zeker ook als er wat psychologische, emotionele betrokkenheid is, dan heeft dat vaak wel een extra iets ten opzichte van de andere kinesen. Oké. En je noemde het daar al even op, met de rug en de knieën, scheenbeenvliesontsteking, de schouders. Het zijn zo wat de typische kwalen en pijnen. Ja. Maar in die laatste 15 jaar, of je bent al iets langer bezig, ja. Heb je een evolutie gezien? Komen er andere klachten bij die vroeger in je beginjaren nog niet zo veranderd was? Door eigenlijk... De levensstijl die ook meer digitaal gaat of door een andere reden? Zie je daar verschuiving? Goeie vraag hoor. Ik heb geen statistieken of cijfers, dus nee. Ik heb op het gevoel. Maar ik denk dat langs de ene kant de mensen meer en meer beseffen dan inderdaad 15 tot 20 jaar geleden dat bewegen absoluut belangrijk is. Maar dat ze langs de andere kant door de digitalisering van de wereld het minder en minder doen. Mm-hmm. En dat ze het effectief wel willen doen, en dat ze het goed beseffen, maar dat ze er niet altijd in slagen om het meer te doen. Ik denk dat dat wel een evolutie is. Misschien een tweede iets dat ik merk, is dat mensen jonger klachten krijgen. Dat is mijn volgende vraag, inderdaad. Jonger, dus van twintigers met al relatief ernstige klachten, rugklachten, nekklachten, zelfs tieners. Soms tot in de lagere school, dat je denkt van, het is bizar dat er... toch behoorlijk wat kinderen al last hebben en relatief veel last. En wat dat ook een evolutie is dat ik soms merk, is dat sommige mensen inderdaad beseffen dat ze moeten sporten en dat ze dan te ver gaan daarin.
Dat ze eigenlijk direct een marathon willen lopen of een hele triathlon doen, waardoor dat ze eigenlijk ja, zichzelf overbelasten en problemen brengen. Dan merk je, en dat zijn meestal bij die nogal competitieve, gedreven mensen die een heel druk leven hebben en die vroeger sporteren en die dan denken, ik moet sporten, maar die eigenlijk te veel doen en zichzelf een beetje in de problemen werken. Ja, dus ook de mensen die een beetje afhankelijk zijn van het hele beloningsproces. Dus ja, door heel actief bezig te zijn, ga je direct goed voelen. Ja. Maar als er weinig beweging is door de week of door de dag, is dat niet altijd in je voordeel. Maar het beloningsproces is veel kleiner wanneer je regelmatig beweging en tegen een gemiddelde intensiteit of een matige intensiteit inbouwt. En dat is een beetje de contradictie en deel van het probleem ook. Absoluut. Ik noem dat soms het moderne homo sapiens dilemma. Op het einde van de dag heb je ergens nood aan rust, maar je hebt ook nood aan beweging. En een dag kun je niet langer maken. Wat dat de beste optie is, is inderdaad overdag wat meer beweging inlassen. En dan heb je niet te veel nood aan het moment dat je ook moet rusten om nog te gaan sporten. Ja, dan hoef je het s'avonds niet in te halen, al de beweging die je gemist hebt. En zeker inderdaad die lage tot matige intensieve beweging, die meer en meer echt wel belangrijk blijft. Ja, en ook ook bij mensen die er zijn veel lopers of fietsers die enkel gefocust zijn daarop en dat geeft een goed gevoel en verbeteren. Maar ja, het is een heel beperkte beweging. En het is heel moeilijk om soms de voordelen van meer veelzijdige beweging duidelijk te maken. Meestal totdat er iets gebeurt. Er is trouwens nog een trend dat misschien wel over de 18, 19 jaar dat ik werk merkbaar is. Is dat als ik vraag aan mijn patiënten, doe je iets van beweging? Is dat er relatief veel mensen zeggen, ik zou meer moeten doen. Ik zou moeten naar de fitness gaan. Om een of andere reden denken meer en meer mensen dat fitness de goede vorm van bewegen is. En zeker ook bij jongeren. Typisch, één keer dat die puberteit begint, stoppen ze met voetballen, of met judo, of met zwemmen. En ze gaan naar de fitness. Mm-hmm. En zeker bij de jongeren is dat dan voor het esthetische. Hè? Ze denken dat de mannen denken dat ze zo'n schouders gaan krijgen. En de meisjes denken dat dat de beste manier is om slank te zijn en mooi te zijn. En op zich is er misschien niks intrinsiek mis met fitness. Alhoewel dat het een beetje een armere bewegingsvorm is. Mm-hmm. Maar ze hebben vaak ook onrealistische verwachtingen. Waardoor ze ontgoocheld zijn, waardoor ze stoppen. Of ze gaan dan te hard elke dag 2 uur in die gym zitten. Zonder dat ze veel resultaat zien. Dus dat is wel ook wel een denk ik, een evolutie die... Ja, en het is ook saai. Ja, wel natuurlijk. Dus in het begin is het misschien nieuw. En probeer alles eens. En het geeft ook een goed gevoel, weer omdat die intensiteit wat hoger is. Maar een keer dat je alles gezien hebt, moet je al veel wilskracht hebben om te blijven gaan. Omdat je wordt je nieuwsgierigheid en je creativiteit wordt niet geprikkeld. En daar zit ook een stuk van het probleem. Ik herinner me nog, als ik puber was, ik deed veel basketbal. En dan was dat plezant, dat je als je sport deed, je wist ergens, sport is gezond. Hè? Je deed het daar niet voor, je deed het omdat je het graag deed. En het was ook leuk. Zoals nu in de zomer, het is mooi weer, je gaat ergens gaan zwemmen, dat je niet beschaamd moest zijn om je t-shirtje uit te doen. Dat was een mooi neveneffect, dat je een sportief lichaam had. Maar buiten misschien 1 of 2 van mijn vrienden die echt naar de fitness gingen voor dat esthetische, dat was niet zo. Nu speelt dat veel meer een rol. En op zich kan dat een motivator zijn, maar vaak is het niet degene die een gezonde, langdurige, bewegende levensstijl in de hand werkt, merk ik. Ja, ik ging vroeger, toen ik naar de fitness begon te gaan, deed ik ook nog jiu-jitsu. Ja. En ik merkte daar wel, ik begin wat sterker te worden en ik kon mij meer gaan weren op de grond en zo. Dus ik zag daar wel een voordeel, maar het was nog altijd complementair aan iets anders. Omdat daar veel bewegingsmogelijkheden in zaten. Als ik in Leuven kwam studeren, ben ik ook, omdat ik niet meer in Ieper zo vaak ging trainen, probeerde ik me wat fit te houden door
ook naar de fitness te gaan. En dat, wat je zegt, nee, je merkt dat je wat kracht wint, dat dat zich vertaalt in je sport dat je doet. Want het moment dat ik gestopt ben met basketten, als ik begon te werken, had ik ook nog een fitnessabonnement. Het was heel goedkoop omdat ik personeel was van de universiteit. Maar ik denk dat ik het zelf niet eruit gehaald heb, want als bewegingsvorm op zich, dan kan ik me nog altijd niet lang bezighouden. Ja. Om even terug te komen op, je zei daar juist, met de leeftijd wordt jonger. Je ziet meer jongeren verschijnen. En is dat volgens jou enkel en alleen omdat de jeugd minder beweegt? Of zijn er nog andere redenen dat je denkt van... Dat is een goede vraag. Bij veel jongeren denk ik dat er ook andere leefstijlaspecten meespelen. En af en toe merk ik wel eens dat mensen, dat ouders ook merken van dat klopt ergens niet. Mijn kind heeft relatief veel last en als ze op zoek gaan en als ze bijvoorbeeld via voeding wil merken dat er linken zijn. Niet alleen het eten van gesuikerde en ongezonde zaken, maar vaak ook die voedselintoleranties. Als ze één keer als ze dat ontdekken, dat dat ergens een effect heeft. Zeker bij kinderen die toch vaak meer algemeen spier- en gewrichtslast hebben, vaak zit daar wel iets in. Soms vermoeden we dat er een soort van hoog verwachtingspatroon gecreëerd wordt door de maatschappij of door de ouders of door de school en dat die mentale aspecten misschien meespelen. Het zal een beetje een multifactorieel probleem zijn. Maar zeker het bewegen, want ik denk ook dat de cijfers van bewegen, dat er nog nooit zoveel gesport wordt door jeugd in sportclubs. Maar ik vermoed dat er langs de andere kant ook nog nooit zo weinig bewogen wordt. Want het sporten in de sportclub is dan, ik ga een beetje overdrijven, het enige wat ze doen. En voor de rest inderdaad is het op de schoolbanken zitten en relatief veel thuis zitten. Is het het grote mensenprobleem dat zich verschuift naar de kinderen? Dus ja, ook sporten in pieken, heel intensief, en dan voor de rest, voor de rest niet veel weinig bewegen. Dus dat is het overlappend probleem een beetje. Ja. En, ik weet alleszins dat in de Verenigde Staten, daar zijn cijfers, dat er inderdaad nog nooit zoveel jongeren in sportclubs ingeschreven zijn, maar dat er inderdaad nog nooit zo weinig bewogen is in het gewone leven. Met de gevolgen dat je jonge kinderen ziet met kruisbandletsels. Omdat die eigenlijk motorisch niet goed zijn, geen goede coördinatieve patronen hebben, maar wel intensief sporten. En echt jongeren onder 12 jaar met kruisbandletsels, dat is iets dat hier gelukkig nog niet te veel voorkomt. Ik heb er misschien al een paar gehad, maar vroeger dat bestond niet. Omdat inderdaad door dat buitenspelen en met de fiets naar school gaan en dat soort zaken. Die motoriek van jongs af aan veel beter in elkaar zat. Ja, die motoriek en die algemene kracht en stabiliteit. Ja, natuurlijk. Ja. En wanneer dat je mensen over de vloer krijgt die voor het eerst komen of die je nog niet kent als patiënt, merk je, als je daarmee werkt, merk je een verschil wanneer die vroeger meer actief geweest zijn ten opzichte van dat die een hele sedentaire jeugd gehad hebben? Ja. Zie dat daar aan de oefeningen die je geeft of hoe snel dat die iets pikken? Ja, ik vermoed dat wel. Ook weer, dat is een beetje een gevoel hoor. Maar je ziet wel dat sommige mensen, ondanks dat ze nu dikwijls misschien een buikje hebben en zeggen dat ze niet goed bezig zijn, dat je merkt dat ze sneller dingen oppikken. En mensen die motorisch heel onhandig zijn, zijn dat dan genetische verschillen die sowieso aanwezig zijn? Maar ik vermoed wel dat wat je in je jeugd meegemaakt hebt, dat merkbaar is. Ik denk dat ik dat eigenlijk misschien nog meer merk in die natuurlijke beweegsessies dat ik geef. Dat mensen die skills die ze in de jeugd gehad hebben, van het klimmen en het springen, dat die even wakker gemaakt moeten worden. En dat dat soms verbazingwekkend goed gaat. Ook voor de mensen zelf, dat zeggen, ik had niet gedacht dat ik dat nog ging kunnen. Het gevaar is een beetje bij die mensen dat ze dan de skills nog hebben, maar dat ze dikwijls te veel springen en het lichaam is er niet meer klaar voor. Dan moeten die soms wat temperen. Ik heb wel dat gevoel dat je inderdaad ziet, sommige mensen hebben in hun jeugd wat meer bewogen en zijn rapper weg met vaardigheden, met oefening. Ja. Ja, zoals dat je zegt, merk ik ook. Mensen die dat helemaal vergeten zijn. En de eerste reactie is van, hoe ga ik dat wel kunnen? En na een tijdje dan,
zie je helemaal terug die herinnering, dat gevoel terugkomen van, ah ja, dat was het, dat was het. Dus dat is... Dus was kinesist geworden, maar dan in waar dat we elkaar voor het eerst ontmoet hebben, in 2013, denk ik. Dat was op een MoveNat level 1 certification in Leuven. Dus de old days op de MoveNat. En ja, dat was dan die hele natuurlijke beweging, evolutie, revolutie, teruggaan. Het is niks nieuw, maar het is een heropflakkering, om het zo te noemen. Hoe heb je dat ontdekt? Hoe ben je daar terecht gekomen eigenlijk? Wel, ik denk, het is ook weer achteraf niet altijd makkelijk om niet te veel verhaaltjes te vertellen. Maar eigenlijk herinner ik me, en daar ben ik zeker van, in mijn studententijd, dat ik vaak meer dan andere studenten dikwijls vroeg waarom. En als je maar genoeg waarom vraagt, komt eigenlijk uit op dat evolutionaire verhaal. Dus ik stelde wel vragen van waarom. In de ene les leer je dat je ontsteking is je eerste fase van herstel. En in de volgende les leer je, als je voet verzwikt, moet je alles doen om de ontsteking te remmen. Dat was een van de dingen dat ik van, tja, zitten wij dan zo slecht in elkaar, dat je dat moet remmen. Dus dat evolutionair en biologisch nadenken, waarschijnlijk ook geïnspireerd door wat boeken te lezen van evolutionaire psychologie. Wat je beseft, de mens is eigenlijk biologisch een jager-verzamelaar. Ik herinner me nog, als ik juist afgestudeerd was, dat ik veel zocht over jager-verzamelaars, een beetje antropologie, de link met sporten, met fitness, met gezondheid. In wetenschappelijke literatuur, wat daar niet veel over te vinden was, hoor, heel weinig. Ik herinner me nog een artikeltje, dat moet zijn rond 2007, want mijn oudste zoon was geboren, dat ik een artikeltje vond van een zekere meneer Arthur Deviney over evolutionary fitness. En dat was een hele verstandige mens die een soort van paleo-dieet en paleo-fitness essay geschreven had, al in de jaren 90. En dat was een eye-opener, ook omdat er dat voedingsaspect erbij kwam. En verder blijven zoeken. En op een bepaald moment, ik heb geen idee meer wanneer, maar we zouden het kunnen opzoeken, het eerste filmpje van MoveNet, in Corsica opgenomen. Ik kwam het tegen en ik weet nog dat ik een van de, zeker op, ja, mijn herinnering zegt dat ik de 26e viewer was van dat filmpje, dat ik ineens dacht van, dit is wat ik eigenlijk naar op zoek was. Iemand die niet gewoon CrossFit doet, hè, van je moet algemeen fit zijn, maar dat ook nog eens toepast in de natuur met die praktische vaardigheden. En dan was ik heel enthousiast. Ik denk, voordat we elkaar ontmoet hebben, was er één Natural Movement Workshop in Ter Kamere Bos in Brussel geweest, gegeven door Jozef Bartzo. Die heb ik meegedaan. En als dan die tweede was in Leuven, heb ik getwijfeld, omdat die certificatie relatief veel geld kostte. Maar het was ook mijn vrouw die het extra duwtje in de rug gaf van, doe dat maar je moet er dan wel iets mee doen. En ik was natuurlijk wel met mijn patiënten dat die evolutionaire principes en dat natuurlijk bewegen ook aan het toepassen en daarmee aan het experimenteren en voor mezelf. Maar dat was een duw om mijn beweegsessies op te starten. Ik heb er nu veel geld aan gegeven, ik moet er wel iets mee doen. En ze lopen nog altijd. Die natuurlijk wel is. Dus ik ben wel blij dat ik dat ontmoet heb, ondanks dat ik de laatste jaren een beetje de beperkingen van MoveNet tegenkom. Maar ik ben nog altijd heel blij ook mensen leren kennen. Het was toch een belangrijke duw voor mij in de richting wat ik nu in zit en wat ik heel blij ben dat ik dat kan doen. Ja, ja, absoluut. Ja, elk systeem heeft zijn, wel zijn beperkingen. Maar ja, het is een methode die toepasbaar is op jong en oud. Dus, ik herinner mij ook dat je zei dat het boek van Frank Forentje... Ja, een grote ik denk dat Erwan Lecor en Frank Forentje, die hadden een soort van een groep van gelijkgestemde zielen. En ik denk dat het via Frank Forentje is dat MoveNet, dat ik daarbij gekomen ben. Inderdaad, dat Exuberant Animal voor MoveNet gekomen is. Ja.
Ja, het is, bij mij kan ook niet meer zeggen wat dat eerst was. Waarschijnlijk had ik eerst eens een artikel over Movement gelezen of zo. Maar dat boek is het boek dat ik het meeste weggeef aan mensen. Ja. Omdat het zo klaar uitgelegd is en leuk en speels opgenomen is. Dat het een eye-opener is als je er pas mee in contact komt. En natuurlijk, ja, toen, er waren wel wat minder van die workshops en zo dan nu. Nu is het aanbod heel groot, maar vanaf dan, ja, dat was zo'n beetje een springplank om te zoeken naar andere dingen. En zo zijn we dan samen naar workshops van Ido Portaal en Fighting Monkey, ook van Rafe Kelly geweest. En vorig jaar nog, denk ik, Ancestral Movement. Ja. Het is al een jaar geleden. Ja, vorig jaar in deze periode. Ja. Dus dat bewonder ik ook altijd. Allee, van het begin in nu. Je gaat je ogen en fascinatie open. Ook voor mensen die niet uit de academische wereld komen. Maar die eigenlijk wel hun leven gewijd hebben aan research. Maar dan vanuit de praktische kant. Hoe wordt daar zo in de kinewereld naar gekeken? Ik merk onder de mensen waar ik mee in contact kom, collega's, maar ook studenten, dat onderwerp eigenlijk, dat ze dat superboeiend vinden. En ik vind dat superboeiend, maar ik merk dat biologische, evolutionaire verhaal, ondanks dat het soms een beetje controversieel is, of toch anders is dan wat dat ze misschien geleerd hebben, snappen ze wel, omdat het zo biologisch logisch is, noem ik dat, zijn ze wel mee. En ik denk dat er wel een groeiende interesse is. Sowieso zie ik in mijn beroep dat de kinestherapeuten meer en meer echt met bewegen werken. En maar goed ook. Hè? En niet alleen maar manueel werken. En dat die evolutie naar kinestherapeut en personal trainer, kinestherapeuten met grote praktijken die eigenlijk bijna functional fitness centra zijn. Dus dat past daar wel een beetje in. Die evolutie is zo de laatste jaren een beetje doorgegaan. Ja, en dat zie je meer en meer. Of toch mensen die gaan samenwerken met andere takken van de bewegingssector. Ja. Dus ik ben 19 jaar aan het werken. Ik denk dat ook wel meespeelt. Hè. Ik heb altijd heel veel cursussen gevolgd. Vaak wel meer academisch en uit de wetenschappelijke wereld. En ik mag zeker niet zeggen dat ik daar alles over weet. Maar inderdaad, de laatste 10 jaar ben ik meer en meer in de beweegwereld terechtgekomen. En ik moet zeggen dat ik daar misschien tegenwoordig meer uit haal dan de cursussen. Nu, ik denk dat dat ook is omdat je dat ik al een stuk wat ervaring heb en heel veel cursussen gevolgd heb. Ik kan me inbeelden voor jongere mensen dat er in de meer, wat we zeggen, pure kine-cursussen nog heel veel te leren is. Mm-hmm. En dat ze daar, maar voor mij alleszins, als ik cursus volg in de meer kine-cursussen, kan niet zeggen dat ik vaak ontgoocheld ben, maar er zijn er een paar supergoeie. En er zijn er veel dat ik hele goede kwaliteit vind, maar waar dat ik uiteindelijk denk van, ik heb niet zo heel veel bijgeleerd. Voor hoeveel geld dat het gekost heeft, zeker. En ik haal meer voldoening. Nee, ik haal meer kennis. Praktisch bruikbare kennis uit die beweegwereldcursussen. En het is ook gewoon leuker om te doen. Het is bewegen, het is minder stil. Maar het is een beetje een evenwicht zoeken. Maar ik denk wel, af en toe kom ik al eens collega's tegen op een Fighting Monkey workshop. Ik weet dat er wat collega's MoveNet cursussen of workshops of certificaten gedaan hebben. Niet veel hoor, ten opzichte van de zoveel duizend kinesisten die er in België zijn. Maar het is wel iets daarvan eenzaam, dat je merkt dat er meer en meer mensen in die richting denken en ook effectief gaan bijscholen. Ja, en ik vind dat wel goed. Omdat ik kom hem dan ook regelmatig collega's tegen van u, als ik dan zelf zo'n workshop doe. Maar toch ben ik soms verbaasd. Dat is geen veralgemening, maar dat is een opmerking dat ik heb. Is dat eigenlijk een deel van de kinesisten
weinig voeling hebben met hun eigen lichaam. Mm-hmm. Dus die heel, heel theoretisch en misschien, en waarschijnlijk zijn die, komt dat nog en zo, maar dat is iets dat ik soms opmerkte van had, ja. En dat kan een stukje helpen met dat verder te ontwikkelen, zie ik dan. Ja, dat is iets wat ik tijdens mijn studies al merkte, dat er, ik had gedacht, kinesisten zijn meestal eerder sportieve mensen. Je moet natuurlijk geen topsporter zijn, je moet vooal super slim zijn. Maar mooi. Dat er soms mensen echt weinig feeling hadden met bewegen, met gezondheid en met hun eigen lichaam. En wat ik tegenwoordig ook merk, is dat er relatief veel collega's bang zijn van de personal trainers. Omdat die ook zo'n beetje onze wereld inkomen, omdat ze mensen soms ook met klachten helpen. En ik denk altijd, als je bang bent als kinesist van een personal trainer, dan heb je een probleem. Want eigenlijk zou je als kinesist minstens even goed in plaats moeten zijn om mensen met klachten te helpen via beweging. Maar jammer genoeg zijn er veel collega's, zeker de wat oudere generatie, maar ook een jongere generatie, die dat bewegingsaspect, wat dan nogthans de essentie van ons beroep is, dat ze daar niet goed in mee zijn of zijn blijven plakken wat ze geleerd hebben. Heel veel manueel werken of met toestellen. En die zijn terecht bang van de personal trainers. Want we weten al lang en de laatste jaren meer en meer dat als je echt resultaat wil om mensen klachtenvrij te maken, dan is bewegen hetgeen wat ze moeten doen. Er zijn een aantal, maar daar moeten we nu niet op ingaan, een aantal redenen waarom ik soms snap dat de mensen het niet altijd... Of dat ze wat bang zijn van de personal trainers om andere redenen, om administratieve en risico- en verzekeringsredenen. Ja. Maar als je inderdaad bang bent, omdat personal trainers patiënten van je afpakken, dan denk ik, je moet maar goed werken. Dan moet je niet bang zijn. Ik denk een beetje een deel van het probleem was, en dat is nu ook aan het veranderen, zeker met die grotere praktijken en dan dat grotere aanbod naar beweging toe, is dat er te weinig tijd was gewoon om dieper op bewegen in te gaan. Dus er werden wat oefeningen voorgeschreven en dan was de volgende patiënt. En ja, de mensen, ook uit eigen ervaring, ik weet, het is heel moeilijk om oefeningen die je meekrijgt, dan zelf thuis te gaan doen. En ja, ik denk dat daar een beetje dan een overlapping gekomen is met, oké, we gaan bij een trainer, hè, zo moet ik het niet zelf doen. En we gaan die oefeningen daar doen en zo verder. Maar dat wordt dan nu, ja, nu is daar zo een verschuiving in. En het blijft altijd goed om elkaar aan te vullen. Ik zal het zo doen. Tuurlijk. Er is geen reden om bang te zijn. Ja. Zeg, wat ik af en toe tegenkom, maar nog niet vaak hoor, maar bijvoorbeeld een personal trainer die op zijn website zegt, gegarandeerd binnen de 4 sessies klachtenvrij. Ja. Wat dan natuurlijk. Is. En dan denk ik, dat is niet correct. Wij mogen zo'n reclame niet maken. Iemand anders mag dat wel. Dat is bijvoorbeeld niet correct. Nu, dat, als je dingen verkondigt die niet waar zijn, dat blijft toch niet duren. Nee. Personal trainer is ook niet goedkoop. Als dat inderdaad niet werkt zoals dat hem zegt, ja, dat blijft niet duur. Maar daar komt er wel, en ik denk terecht, kritiek op. Maar dat is iets dat nog niet vaak tegenkomen. Het is net leuk dat je goed kunt samenwerken. Inderdaad, die grote praktijken hebben. Kinesisten, personal trainers, voedingsspecialist, yoga, teachers. Mm-hmm. En omdat ze net goed kunnen samenwerken. En voor elke patiënt zoeken naar wat werkt hier goed, hoe kunnen we hier die persoon zo goed mogelijk helpen. Ja. Om even terug te gaan naar de natuurlijke bewegingen. Mm-hmm. Dus we leren veel eigenlijk van de dagelijkse bezigheden van vroeger, de jager-verzamelaar. Dus het was niet allemaal goed in die tijd, maar toch hoe ze de dag doorbrachten en vooral eigenlijk hun hele variatie aan bewegingen. Daar kunnen we veel van opsteken. Maar eigenlijk, ja, dus heel boeiend. Maar wat dan nog boeiender is, is als we eens verder terug gaan kijken. Van die bewegingen zijn ook maar verder gebouwd op een bepaald patroon of eigenschappen die al veel langer in ons lichaam zitten. Als we nog een aantal miljoenen jaren teruggaan, ja, hebben we eigenlijk veel eigenschappen gemeen met andere primaten, reptielen, amfibieën.
En dan is, ja, in die ontdekkingsreis daar naartoe zijn we eigenlijk nog maar aan het beginpunt gekomen. Er is nog zoveel dat we niet weten. En ik denk dat dat ook een van uw interesses is en van uw wegen die je aan het opgaan bent. Ja, wel, ik vind het boeiend, maar ik ben daar niet zo super in thuis. Simon Thacker, okay, waar we vorig jaar geweest zijn, mm-hmm, dat is de man die daar denk ik het meeste over weet, hè. En dat ook toepast. Maar het is inderdaad boeiend, hè. Waarom nemen we die fase van jager-verzamelaar om te zeggen, eigenlijk zijn we zo, want we weten dat evolutie werkt door dingen aan het lichaam te veranderen, iets toe te voegen of iets weg te nemen. En waarom zijn we inderdaad, waarom gaan we niet bepaalde aapbewegingen, zijn die bijvoorbeeld nog goed voor ons, of inderdaad het kruipen. En ik denk dat wel, ik vind dat wel heel boeiend, maar langs de ene kant, als je al het volledige patroon van de mens gaat gebruiken, mm-hmm, dan zit je al heel goed. En want daar zit bijvoorbeeld al quadrupedie, op handen en voeten wandelen in, daar zit klimmen in. Maar zo heel specifiek het gaan, alhoewel ja, ik ging zeggen het gaan toepassen van zo die laterale bewegingen die de vissen hadden. Ik ga zelden zeggen aan de mensen van we gaan visbewegingen doen, maar eigenlijk in sommige bewegingen komen ze voor, omdat ons lichaam nu eenmaal dat nog die eigenschappen heeft. En soms gebruik ik ook wel, je kent ze wel, de spinal waves in bepaalde richtingen. Om bepaalde effecten te creëren. Ja, wat mij vooral erin aanspreekt, is eigenlijk dat we, want we werken, ja, we functioneren veel met beelden en visueel. Ja. Om eigenlijk een beetje een idee te hebben van, oké, wat ben ik aan het doen? Of waarop lijkt het? En dan is het een beetje dat spiegelen. En voor sommige mensen werkt dat heel goed. Is als we een bepaald beeld hebben, ik wil zo een beetje bewegen, of ik stel mij dit hiervoor, of dit hiervoor. En we zien ook in vele culturen dat dieren in dansbewegingen opgenomen worden, of in vechtbewegingen. Dus, en dat hele aspect interesseert mij dan wel weer, omdat dat eigenlijk bijdraagt tot het beter uitvoeren van de beweging. Zelf al lijkt het niet zo, in het hoofd wordt dan wel het proces gemaakt en gaat de vooruitgang eigenlijk sneller zijn. En om een voorbeeldje te geven over dat spiegelen. Ik was met mijn vrouw op de computer aan het werken en ik hoorde een geluid, een klap of een ding. En alle twee keken we snel op en ja, onze kippen die doen dat ook. Er blaft een hond en iedereen begint te kijken. Dus dat is ook weer dat zit erin in onze natuur. En dat is dan grappig om dat vast te stellen als je weet van als je die connectie kan leggen. Ja. Nee, wat dat is dan meer een beetje in het klinische werk met patiënten, zie je inderdaad dat er heel veel in ons lichaam veel ouder is dan de mens. Wat je juist moest eraan denken. Die reacties, die reflexen, die je eigenlijk je oriënteren in de wereld en heel simpel beslissen, moet ik daar naartoe gaan of moet ik daarvan weggaan? Mm. En dan je beschermingssystemen, die zijn veel ouder dan de mens. En het is niet dat die daar nog, zoals vroeger, ergens diep in onze hersenen in een pakketje zitten. Die zijn mee geëvolueerd, maar er zijn dingen die heel, heel ver teruggaan en die voor mij klinische relevantie hebben. En vooral hoe dat ons beschermingssysteem reageert. Dat is iets dat veel, veel ouder is dan de mens. Dus het beweegaspect, inderdaad, is iets wat ik vaak gebruik. Hè. Als mensen ergens een visualisatie, als je zegt, beeld u in dat je dat doet. Mm-hmm. Dat helpt soms om een beweging veel beter te maken. Ik gebruik vaak dansers of om te zeggen, doe alsof dat je een danser bent. En de mensen, dat is heel vaag, wetenschappelijk. Wat betekent dat doen alsof dat je een danser bent? Maar veel mensen snappen wat hij bedoelt en doen het dan ook mooier. En als je dat wilt, stabieler en progressief meer gecoördineerd. Dus dat aspect. Maar het ouder dan de mens zijn. Bijvoorbeeld, ik sprak al over ontsteking als herstelreactie. Dat is gigantisch oud. Onze energiesystemen zijn gigantisch oud.
hebben we daar straks eventjes gehad, onze manier van omgaan met stressoren, niet alleen beweging, maar zuurstoftekort en koude en warmte, zijn allemaal zaken die veel ouder zijn, die we ook kunnen gebruiken. En het is voor een stukje arbitrair om te zeggen van, 6 miljoen jaar geleden zijn we, hebben we ons afgescheiden van onze chimpansee- en bonobo-familie, en dan, dat is hetgene wat we nu zijn. En dezelfde kritiek is een beetje op, we zijn jager verzamelaar, maar we zijn toch ook al niet meer genetisch helemaal dezelfde. We zijn nog misschien in grote delen het meest geschikt voor het leven van jager verzamelaar. En we blijven ook evolueren natuurlijk. Natuurlijk. Ja. Het is toch het einde niet. Ik weet niet of je ziet, mijn blauwe ogen, een bewijs van evolutie. Want jager verzamelaars hadden geen blauwe ogen. Oké. Vertel eens meer over de voordrachten die je geeft aan collega's en andere geïnteresseerden. En is dat gewoon een lezing of is dat meer een cursus of mini-opleiding? Wat houdt dat zo wel in? Af en toe geef ik een lezing. De laatste dat ik gegeven heb was in Utrecht. Aan een hogeschool is eigenlijk wel leuk. En de lezingen... Ik heb twee soorten lezingen. Misschien komt er binnenkort een derde. Maar eentje is natuurlijk lopen. En lopen en alles wat dat met lopen te maken heeft, bekijken van dat evolutionaire verhaal. Wat dat een leuk verhaal is om te doen. En mensen horen dat ook wel graag. En de cursus die ik geef, in België is dat een eendaagse cursus. Dat is heel, heel compact. In Nederland is het een tweedaagse cursus. Eigenlijk voor kinesisten, maar bij uitbreiding voor personal trainers of voor mensen die met beweging werken en toch ook in contact komen met klachten, met pijn en met klachten. En dat is een cursus waar we voor een stuk het verhaal vertellen, maar ook zoveel mogelijk praktisch proberen te zijn met veel bewegingen. En het verhaal is eigenlijk een beetje... Eerst denken we na over hoe dat komt, dat er zoveel problemen zijn. En dan kom je tot een aantal evolutionaire redenen. Eén daarvan is die mismatch. We leven een moderne levensstijl. Ons lichaam is daar niet voor geschikt om zo te leven. Maar er zijn ook een aantal andere evolutionaire verklaringen. Maar voordat we wel zwakker zijn, we hebben het al gezegd, het lichaam werkt, of evolutie werkt, niet door van nul te starten. Maar we hebben bepaalde restanten van vroeger die ons lichaam misschien ietsje kwetsbaarder maken. Een voorbeeld is, ze noemen dat de Ancestral Shape Hypothesis. Wat eigenlijk is, ze hebben gemerkt dat sommige mensen in hun rug een wervel hebben, of een wervelvorm hebben, die meer lijkt op die van chimpansees. Ja. En daar zit spreiding en variatie in. Maar ze hebben inderdaad gezien dat de mensen die oudere wervelvorm hebben, dat die ietsje meer kans hebben op rugproblemen. Nu, dat was een heel beperkte studie om te veralgemenen. Maar dus ons lichaam werkt voor van het vorige. En als één keer dat we die evolutionaire principes bekeken hebben, gaan we dan eens nadenken, als we inderdaad aannemen dat die levensstijl van jager-verzamelaar een levensstijl is die ons qua fysieke gezondheid, en ook misschien op andere vlakken, wel wat zou helpen, moeten we eens gaan nadenken, wat is normaal? Hoe leven die mensen? Want, en inderdaad, ze bewegen veel. Ze bewegen gevarieerd in bewegingsvormen. We zijn generalist. Ze bewegen op gevarieerde intensiteit. We bewegen doelgericht. We doen geen abstracte beweging, maar betekenisvolle, doelgerichte, praktische bewegingen. Maar ook, jager-verzamelaars, die rusten ook wel veel. Naast de nachtrust zitten die 6, 7, 8 uur per dag dat ze rusten. Dus het is niet dat die heel de dag van 's ochtends tot 's avonds superactief zijn. Dus ook het belang van rust, hoe dat ze rusten, op de grond zitten bijvoorbeeld, dat soort zaken. En als we de één keer dat we weten wat is normaal, dan kunnen we nadenken, hoe ga je proberen, wat zijn de lessen die we daar kunnen uittrekken? En hoe ga je dat proberen te compenseren, dat je een andere levensstijl leidt? En mijn voorstel is dat dan in je dagelijks leven veel proberen te bewegen, gevarieerd proberen te bewegen, maar ook de natuurlijke beweegsessies, of het natuurlijk bewegen als principe, heeft wel heel veel, heel veel vliegen in één klap. Als je naar de fitness gaat, gaan je spieren en je hart en je longen trainen, maar je mist een beetje de complexiteit, je mist het spel, je mist het contact met de natuur, je mist het sociale aspect een beetje. Dus je kunt daar een beetje in kiezen hoe je dat doet. Wat komt er nog aan bod in die cursus aan? Heel belangrijk,
spelen is leren. Ja, als kinesist zijn we heel veel bezig met mensen dingen aan te leren, bewegingen aan te leren. En heel vaak, kinesisten doen dat heel top-down. Hè? Van, je moet het zus en zo doen. Dat is niet hoe dat dieren het doen, dat is niet hoe dat kinderen het doen, dat is niet hoe dat mensen het doen. Dus de principes van spelen en leren en dynamische systeemtheorie en complexe systemen, dat komt er mooi samen. En dan stellen we ons ook de vraag, wat gebeurt er als iemand nu klachten heeft? Dan komen die reacties in gang, die beschermreacties, waardoor dat mensen dikwijls vastlopen. En wat dat spelen, is een biologische universele wet, als er een stressor is, dan wordt het spel geïnhibeerd. Ja, en dan moet je proberen een beetje mensen daaruit te krijgen. Het voorstel dat ik doe, is dat we eigenlijk via bewegingsexploratie werken, waar dat je een beetje voorzichtiger dan spel, een beetje meer teruggehouden, dingen gaat uittesten. Dingen die deugd doen, dingen die goed doen, maar ook af en toe dingen ontdekken van, dat gaat nog niet. Mm-hmm. Ja, omdat het veilig is, kun je dat wel doen. En in één keer dat dat exploreren gaat, kun je weer wat vrijer bewegen en meer naar spel gaan. Weet je, een bodyscan in een lichte spelvorm. Bijvoorbeeld, en dat kunnen spelvormen zijn. Wat dat je wilt, is dat het systeem niet in die stressreactie gaat, want dan gaat het weer bevriezen. Soms letterlijk, de vrijheidsgraden gaan bevriezen. En, ja, en dan heb je ook geen dan heb je ook andere dingen voelen dan wanneer je ontspannen bent. Er is iets, ik noem dat, als ik lesgeef, de beschermingsparadox. En als je lichaam een probleem heeft, gaat het beschermen. En ons lichaam, en niet alleen is dat van ons, dat is biologisch heel plausibel, gaat eigenlijk in het begin heel sterk reageren, met hele zware, sterke bescherming. Als het gaat over spier- en gewrichtsklachten, betekent dat in eerste instantie niet te veel bewegen, het sparen. Meestal stereotyp bewegen, op een heel eenzijdige manier. Denk aan manken. Meer gespannen zijn, spieren rond de pijn gaan aanspannen. En dat is waarschijnlijk adaptief. Dat is geen probleem, dat is een deel van je bescherming. Ja. Maar omdat dat heel fel is, dat kost veel. En als het lang duurt, zijn er toch ook wel wat nadelen aan. Dus eigenlijk moet je systeem informatie krijgen over de toestand om te weten, moeten we nog beschermen? Maar het probleem is dat de belangrijkste vorm van informatie bewegen is. Maar als geen bescherming zit, beweeg je net niet veel en zeker niet gevarieerd. En zeker als moderne mens, je kunt niet bewegen. En als je beweegt, is het altijd op een mooie effen ondergrond. En je moet niet zoveel gevarieerd bewegen. Dus voor onze voorouders of mensen die een ander soort leven leiden, je kunt een paar dagen rusten, maar je begint honger en dorst te krijgen en je moet weer voor jezelf zorgen. Dan word je heel erg gestimuleerd om te gaan bewegen. Niet overdreven. En je beweegt in een omgeving waar je wat variatie hebt. En je moet al eens ergens onder en over kruipen en misschien ergens inklimmen. Dus die mensen die ik zie, zitten heel vaak wat vast in die bescherming. Mm-hmm. En dan moet ik ze proberen eruit te krijgen. En bewegen is de beste bron van informatie. En gevarieerd bewegen nog beter. En dat is een beetje wat mijn beroepsgroep misschien niet voldoende doet. Is dat ze dan de oefeningen die ze meegeven voldoen aan de voorwaarden van veilig. Maar ze zijn dikwijls heel, heel stereotyp en niet zo gevarieerd. Waardoor dat die mensen eigenlijk een beetje in die vicieuze cirkel blijven hangen. En als je dan wat meer variatie aanbiedt. En dat kan gewoon zijn door meer oefeningen mee te geven, die allemaal veilig zijn, of van dezelfde oefening wat variaties. Maar wat dat ik inderdaad graag doe, is met voorzichtige spelvormen, die traag zijn, waar de patiënt niet gedwongen wordt om het gekwetste deel fel te gaan bewegen, dat je het lichaam een beetje laat kiezen. Dat is wel leuk om te doen. Beetje de grenzen verkennen. Grenzen verkennen, ontdekken waar dat de grenzen zijn dat je niet door kunt, ontdekken wat er misschien ruimte is. Hmm. En want vaak is die beschermingsreactie algemeen. Te groot. Soms voorbeeld geef je aan je stom, een reëel voorbeeld. Sommige mensen met rugklachten bewegen echt hun rug helemaal niet meer. Hmm. Terwijl ze eigenlijk, zeg maar iets, misschien beter niet buigen, tijdelijk, maar eigenlijk wel zijwaarts kunnen buigen en andere bewegingen doen. Dus je wil van een algemene reactie wil je een genuanceerde reactie. En dan moet je inderdaad een beetje gaan verkennen, wat kan ik nu wel, wat kan ik nu niet.
misschien ontdekken van wow, hè, dat ga ik wel. En hopelijk zelfs ontdekken dat bepaalde bewegingen niet alleen gaan, maar dat ze zelfs deugd doen. Dat ze ergens je klachten helpen. En dat is een hele, hele sterke ervaring. En we zien ook dat, zeker bij rug- en nekklachten, wat dat de meeste klachten zijn die we zien, dat er heel veel angst rondhangt. Heel veel mensen... Oh, ik heb er even op iets geduwd. Heel veel mensen, en ik snap dat wel een beetje, zijn veel meer bang van rugklachten en nekklachten dan van een enkelverzwikking. Terwijl dat op niveau van schade is dat ongeveer hetzelfde. Soms zelfs misschien kan een enkelverzwikking meer schade hebben dan een acute lumbago. Maar daar hangt een sfeer van angst rond. En alleen maar zeggen aan de mensen van het hoeft niet, is meestal niet voldoende. Ze kunnen dat wel snappen, maar dat dringt niet diep door. Ze moeten het vanuit het lichaam ervaren dat het klopt wat je zegt, dat het niet nodig is om bang te zijn en dat ze niet in de bescherming moeten blijven. Ja, het is niet omdat je moet hoesten en de rug doet pijn, dat je bent misschien minder beperkt in bewegen dan dat je denkt. Ja. En wat dat ook is, dus als we nu die vergelijking van rug en enkel maken, als je een enkel verzwikt, mensen manken. De meeste mensen snappen wel dat dat even tijdelijk zinvol is, maar bijna iedereen beseft, als mijn enkel genezen is, moet ik niet meer manken. Dan moet ik weer terug proberen normaal te stappen. Als mensen rugpijn hebben, dan gaan ze hun rug stijf houden, gaan ze niet te veel buigen. Maar als de rugpijn voorbij is, wat denken de mensen? Ik moet nog altijd mijn rug recht houden. Want buigen deed pijn als ik... En dat is niet, dat is een logische redenering, maar het is een foute logica. Eén keer dat je rug weer goed is, is het nodig om weer te gaan buigen. Mm-hmm. Afhankelijk van de toestand, van waar dat je zit in dat herstel. En er zijn misschien af en toe mensen die zodanig ernstige rugproblemen hebben, dat ze effectief wel moeten blijvend oppassen voor buigen. Zeker als er nog eens extra gewicht op toekomt. Maar bij de meeste mensen is het niet bewegen. Niet wat ze moeten blijven doen. Het andere uiterste is je gewricht in een gips steken. En dat snapt iedereen ook, dat niet goed is voor je gewricht. Maar als je rug altijd recht houdt en niet beweegt, dat is een beetje hetzelfde als je rug in je gips steken. Hè. Ja. Aan de andere kant zijn er ook verkeerde bewegingspatronen of anders aangepaste bewegingspatronen, waardoor dat mensen hervallen. En het is misschien een beetje die angst ook, dat ze op de duur niet meer weten wat kan ik... Wat... Ja. Mijn gewoontes zijn niet goed of zijn anders dan ideaal. Ja. En daar soms dat ze wat vastzitten ook. Het is super complex en vaak is het heel logisch hoor, hoe dat de mensen denken en hoe dat ze zich gedragen. Dat is niet dat die mensen dom zijn of fout gedacht hebben. Het is vaak heel logisch en er speelt van alles mee. Maar wat dat we de laatste zoveel jaren meer en meer beseffen, is dat het al dan niet de goede bewegingspatronen hebben, voor de meeste mensen niet zo'n hele grote rol speelt. Het is de hoeveelheid bewegen en variatie dat je hebt, die eigenlijk veel sterkere bepalers zijn van gezondheid. En nog veel meer zijn de gedachten die je hebt over hebben van pijn. Dus het zijn dan als voorspeller, als ik me niet vergis, maar ik zou de studie moeten opzoeken, is werktevredenheid is een veel betere voorspeller van rugklachten dan de zware fysieke activiteit of de hoeveelheid uren op je werk dat je moet zitten. Dus de fysieke belasting, ofwel te veel of te weinig, is niet zo'n goede voorspeller van rugpijn, maar job satisfaction veel beter. Dus om maar te zeggen dat die factoren spelen dan ook nog eens mee. Ik wil niet gezegd hebben dat alles kan in het lichaam en dat alle bewegingspatronen even goed zijn, maar dat ideaal beweegdenken is iets wat daar op zijn minst wat genuanceerder is. Mm. En we zien ook in de sportwereld dat de toppers, de beste ter wereld, soms verschillende technieken hebben om een gelijkaardig iets te doen. Absoluut. En die ene persoon ook nooit exact hetzelfde doet. Maar ja, als we lopen pakken, we weten wel dat bepaalde aspecten van lopen bevorderend zijn voor gezond lopen en efficiënt lopen en andere minder. Maar om u te zeggen, dat ene is het en iedereen moet zo lopen, dat is niet correct. Het is afhankelijk van persoon tot persoon en van situatie tot situatie. Ja. Lopen is dan nog een simpele skill. Leer maar eens aan mensen aan hoe dat ze alles dat in het leven voorkomt, goed moeten doen. Ja. En natuurlijk, en dan zitten we weer een beetje bij de jeugd en het spelen en de motoriek in de jeugd opbouwen. Als je in heel je jeugd je lichaam goed ontwikkeld hebt, dan kun je ervan uitgaan dat lichaam ergens wel
ervaring heeft met variatie en een beetje een oplossend gedrag heeft. Want je kunt niet, ook in een loop, nogmaals lopen is simpel, een sport als voetbal of basketbal, daar gebeurt van alles tegelijk. Je kunt niet elke mogelijke beweging die daarvoor komt gaan drillen en inoefenen. Je moet ergens het lichaam een beetje zelf laten zoeken en oplossingen vinden. Ja, een eenvoudiger voorbeeld. Probeer maar eens met een volle wasmand met natte kleren door je huis te manoeuvreren op de ideale manier. Dus dat is ook... Dat is bijvoorbeeld wat dat... Beginnen. Ja, dat is bijvoorbeeld wat Jozef Frucek van Fighting Monkey heel veel over spreekt. Ondanks dat hij niet zo heel veel over natuurlijk en evolutionaire verhalen spreekt, maar een flexibel, adaptief lichaam hebben dat klaar is om de complexiteit van het lichaam en van de wereld en van de taken dat we met ons lichaam in de wereld doen, dat is wat je wilt. Je wilt niet een lichaam hebben dat eigenlijk voorgeprogrammeerd is om elke taak goed te doen. Je wilt een lichaam hebben dat de creativiteit heeft om te gaan met onvoorziene omstandigheden. Ja, en over pijn heb ik denk dat ik ooit eens ook blogs gelezen heb van u die daarover gaan. Die schrijven van die blogs, daar zijn er hele fijne tussen. Dus gaan we dat zo wat als hobby of uitlaatklep? Of hoe zie je dat? Eigenlijk, ik schrijf ze inderdaad in eerste instantie voor mezelf. Om gedachten te ordenen. En ook de publicatiedruk. Als je iets publiceert, dan wil je wel dat het goed is. Dat dat onderbouwd is, dat er een zekere logica in zit. Mm-hmm. En ik ben dan eigenlijk begonnen... Vroeger gaf ik ietsje meer les, 2 keer in de week, aan studentenkinestherapie. Na 5 jaar worden we dan te duur. En dan nemen ze nieuwe assistenten. En ik miste dat wel een beetje. Zodat kunnen we daarover vertellen en mensen uitleg geven. En ik bleef veel lezen, studies, boeken, veel nadenken. Maar dat blijft in je hoofd ronddraaien. En ik heb gemerkt, onder andere door les te geven, als je dat moet concretiseren, neerschrijft of een PowerPoint maakt of daarover spreekt, dat sommige gedachten, in plaats van je zo vaag in je hoofd rond te hangen, dat wel zinvol is. Structuur in. En als je het dan kunt delen. Want het is meestal... Ik denk dat een geïnteresseerde leek er ook wel iets aan heeft. Maar eigenlijk zijn ze niet speciaal geschreven voor mijn patiënten. Ik vind het ook leuk om zo wat te delen met gelijkgestemde zielen in de bewegingswereld. In de kiniewereld. Maar ik heb vaak patiënten die zeggen, ik heb wat gelezen, dat vond ik interessant. Ik denk, als je geïnteresseerd bent, dat je er iets kunt uithalen. Maar het zijn geen vulgariserende blosjes om voor de patiënten met echt specifieke, concrete informatie, als je rugpijn hebt, doe dan dit of dat. En dat is voor een stukje om tijd is beperkt en ik wil de dingen doen dat ik het liefste doe. En vaak denk ik daaraan, hoor. Want om zo van die meer patiëntgerichte flyertjes te maken, maar dat verandert bijna elk jaar. En dan denk ik, ik heb niet zoveel tijd. En het beste werkt toch nog altijd, als ik mijn patiënten zie, is het 1-op-1. En dan heb je interactie. En dan weet je, dat snappen ze of dat kennen ze niet. Dat werkt toch nog beter. Ja, en ze zijn te lezen op je website. movementislife.be. Ja, daar wel onderzetten ook. Ik denk dat er ergens een blokje educatief, of een bovenaan in het menu educatief, en daaronder kun je de blogs lezen. Ik ben zeker dat de laatste jaren dat er niet zoveel gepubliceerd is. Maar er zijn wel best wel wat blogjes en artikeltjes. Ja, absoluut. Oké. Ik en graag met een vraag die ik aan iedereen stel. Als je de mensen iets wilt meegeven, een praktische tip eigenlijk, waarvoor dat ze niet moeten beginnen trainen, studeren, computer open doen, iets wat ze vandaag kunnen toepassen, iets klein, dat niks kost, weinig moeite, maar dat hun leven een klein beetje aangenamer kan maken door dat. Te herhalen of eigenlijk vandaag toe te passen, wat zou je dan meegeven? Misschien de simpelste, meest menselijke bewegingsvorm: wandel elke dag. En als je kunt,
wandel op zijn minst buiten, niet op een loopband. En als je kunt, ergens in een groene omgeving. Als je elke dag iets wandelachtig doet, of laat, niet iets wandelachtig, wandelen, lage intensiteit, maar de studies tonen aan dat ongelooflijk veel gezondheidsvoordelen heeft. En ik denk om meer redenen dan wat we denken, niet alleen omwille van het fysieke, maar je komt buiten, je hebt wat verse lucht, je komt in een omgeving, je komt misschien mensen tegen, je zit even niet bezig en je zit niet afgeleid door al die superstimuli in onze omgeving van sociale media en tv en radio en mensen om je heen. Als je elke dag wandelt, dat je al een grote... voor de mensen die het nog niet doen, je leven in de goede richting... Ja. Ik denk aan een patiënt, want dat is ook effectief een advies dat ik aan heel veel mensen meegeef. Want het leuke is, ik geef les in een postgraduaat, dat is een specialisatie na specialisatie, waar je met heel fijne dingen bezig bent. Maar ik geef altijd een casus aan mijn patiënten van een persoon die veel beter geworden is door gewoon te wandelen. Soms moeten we niet te ver zoeken. Dus ik geef dat heel vaak mee. En ik ben een paar jaar geleden een meneer tegengekomen die ik ooit behandeld had. En al wandelen. En zei Pieter, ik heb uw advies ter harte genomen. Ik wandel elke dag. Je hebt mij niet meer gezien. Mijn rugpijn is voorbij. En het heeft mijn huwelijk gered. Hè? Want ik ga met mijn vrouw wandelen. Hè? En dat doet ons zoveel deugd. Als je met je partner gaat wandelen of met iemand anders. Dan kunnen we dingen bespreken waar we anders niet toekwamen. Dus nog een extra reden. Als je een partner hebt, pak je partner mee. Al wandelend. En trouwens... Over blogs gesproken, heel vaak, en dat zal iedereen die wandelt of fietst of in de natuur beweegt, hoe vaak dat je met goede ideeën thuiskomt, zonder dat je nagedacht hebt, maar je zit aan het sporten, je zit aan het lopen, je zit aan het wandelen, en ergens half onbewust in je hersenen zijn er allerlei processen bezig. Dus ja. Elke dag een beetje wandelen. Hè. Absoluut, zo krijg ik ook ideeën of dingen die samenkomen. Oké, dus mooi verhaal als afsluiter. Ja. Pieter, bedankt. Het was een aangenaam gesprek. Het was een leuke babbel, zoals altijd. Hè? Ja, ik wens u nog veel succes in alles wat je doet. Een fijne zomer. En hopelijk zien we elkaar binnenkort weer ergens op een of andere workshop. Ja, dat zal wel. Goed. Pieter. Dag. Beste.